helemaal. Het was heerlijk weer deze week, dus we hebben hooibalen gemaakt. Het is vandaag maandag. Dus we verwachten de hele week mooi weer. Dus we dachten, laten we het natuurland maar eens eventjes maaien. We hadden eerst meer van dit hooiland, maar door de 4% braak. Hier zijn ze aan het schudden. Hier zijn ze de balen aan het persen.
Nou, het land is weer leeg. Nou, wij wilden de balen graag in het folie hebben. Maar dat doen eigenlijk niet zo heel veel mensen hier in Denemarken. Vierkante foliebalen. Dus ja, dat gaat een beetje beun hier. Dan komen ze met een wikkelmachine thuis. En dan gaan ze alle balen die ze eerst al hebben gepest, apart thuis nog inwikkelen. Nou, dat was van het balenpessen, dat ging wel mooi. Maar helaas gaat niet altijd alles mooi. Nou jongens, vandaag is er iets gebeurd wat minder leuk is. Gisteravond toen was blijkbaar de koeling niet aangegaan. Want vanochtend kwam papa om te melken. En toen zag hij dat de koeling helemaal niet aan was gegaan. Dus toen hebben we de melk van vanochtend maar in de buffertank gemolken. En een monster naar SPR gebracht, waar ze hebben getest of de melk nog goed was. Maar het is helaas afgekeurd. Dus nu moeten we een heleboel melk in de gierput laten lopen. Dat is natuurlijk wel jammer dit. Maar goed, gelukkig heeft papa het wel op tijd gezien vanmorgen. En de melk van vanochtend in de buffertank gemolken. Dat in ieder geval niet weg hoeft. Nou, dat was het filmpje van deze week alweer. Vooral over het balenpessen. Hoop dat jullie het mooi vonden. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week.